Het zonnetje lacht, de lucht is blauw, dus intro, kom maar gauw! Ja, jongens en meisjes, kattenhonden, cavia's, welp en welpietjes. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe deel van Lego The Hobbit. Deel 4 alweer. Deel 4. Jemig. Oh, het gaat veel te snel. Het gaat veel te snel. Oh jee. Hey, rustig. Rustig, kalm. Wat moeten die mensen niet meer van je denken, man? Hey. Dan dat ik dit ben. Ja, nou. Hey, jemig. Hey. Rustig. Rustig. Ben je rustig? Ja, ik ben rustig. Ik ben heel rustig. Oh, nou, alles gaat op een sopje. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw deel van Lego The Hobbit. Ik ben weer terug van weg geweest. Het heeft een tijdje geduurd. Ik zag net dat de laatste upload op 17 juni was. En het is nu september. Nou, ik hoop dat jullie... Jullie zaten natuurlijk met smart te wachten op een nieuw deel van The Hobbit. En ik ga weer knallen en we gaan gelijk beginnen. Al die vogels vliegen in hulde. Je wordt helemaal gek van natuurlijk. Vogels helemaal gek. Ja. Nou, laten we meteen op avontuur gaan. Even kijken hoor. Ja, die pak moet ik even volgen. Zo. Ik heb er weer zin in mensen. Ik heb er weer zin in. Net als elk deel zeg ik dat ik heb er weer zin in. Wat sta jij nou weer stom te lopen joh. Ga naar de kapper. Ga naar de kapper! Je moet naar de kapper gaan, jongen! Ja, ik ga, weet je waar ik met nu naartoe ga dan of zo? Ik ga nu naar de kapper! Alleen ik ben een beetje verdwaald, geloof ik! Oh, dan moet je ook weten waar je. Jemig! Jij hebt slecht geslapen! Ja, ik ben een beetje zenuwachtig voor de kapper! Bilbo! Hey Bilbo! Ik had je niet gezien, jongen! En ik had jou ook niet gezien, Gandalf. Mijn naam is Gandalf. Niet Gandalf, Gandalf. Hallo. Hey, eikel. Zag je dat? Hij loopt ons gewoon voorbij. Dat is toch niet normaal? We moeten op avontuur, Bilbo. Ja, Bilbo. Ik word oud, hè. Dan vergeet je dat natuurlijk, ja. Ja. Eens even kijken hoor. Oh kijk, daar moeten wij en ik zie het al. Hallo, bent u nou een mevrouw of een... Oh, ze slaapt. Oh. Ja, nou. Laten we even slapen, zou ik zeggen. Ja. Eens even kijken hoor. Wat is het net? Jongen. Maar goed. Ik ben gewoon even niet echt enthousiast, maar waar ik het over moet hebben. Nou ja, ik heb eigenlijk wel een onderwerp buiten de Hobbit om. Want je hebt nu, ik weet niet, zal vast wel, misschien doen jullie het ook aan mee, aan de Iceberg Challenge. Ik vind dat zo stom. Ik vind dat zo stom. Gewoon even koud en met water over je heen gieten. Wat is er net? Je kan toch ook gewoon lekker gaan douchen. En dan gewoon niet het warme water gebruiken, maar het koude water, hè? Het heeft iets met als te maken. Nee, hoe heet het? Maar ja, ik snap het niet. Ik snap het niet. Ja, op zich snap ik het wel, maar dan kan je toch ook gewoon geld doneren in plaats van dat hele heesa gebeuren. Hè? Ik weet niet, wat vind jij eigenlijk van dat Iceberg Challenge? Laat het onder in een reactie. Maar goed, we gaan weer op avontuur. Ik ben even... Oh, daar moet ik heen. Ik zie al mensen daar klaarstaan. We gaan weer beginnen. We gaan weer op avontuur. Zoals het jullie misschien is opgevallen, ik heb de ondertiteling uitgezet. Als jullie het fijner vinden om de ondertiteling weer in beeld te zien, moet je het even zeggen. Maar ik vind het
dek zo klein. Welcome, je moet echt naar de meeting met zo'n vergrootglas en die ondertiteling kijken. Jongen. In bij de band van de ring vond ik het veel beter. Ook duidelijk leesbaar ook. Ah, zo. Naar de hoorwapen. Kom maar zo. Ik heb het idee dat ik weer moet springen. En dat ik nou geen erger heb om te gaan springen. Joepie. Jongen, rustig. Man, ben jij een gek. Komt er een jachter, zeg. En nou, bedankt hoor, jij bent. En jij bereid. Nog al die drukte ben ik zijn stem weer even. Ik heb een beetje. Oh, jij uitzet. Nou, dat is een goed begin, zeg. Val ik zo het ravijn in, hé. Zal val ik zo het ravijn in. Moet je even terugspoelen als je het even net niet zag. Lijkt me onlogisch, maar goed. Eens even kijken, we gaan eens even alles slopen. Dat is het motto van Lego Dolbit. Alles slopen wat je al tegenkomt. Nou, dat is niet te slopen blijkbaar. Eens even kijken. Ja hoor, even alles lopen, mensen. Ja, alles lopen. En zo. En zo, ja hoor. Ik stap er even uit, want ik wou toch even... jullie mening weten. Ja, jullie mening, ja. Want volgens mij heb ik het er niet over gehad, maar... Welke van de twee trilogieën, hè? Dus The Lord of the Rings en The Hobbit, vinden jullie beter? Misschien vinden jullie ze allebei goed, dat kan natuurlijk ook, hè? Gebruik een Lego stok. Gebruik een Lego stok! Hallo, ik ben 89 en ik gebruik een Lego stok. Jij mag... Ik zit ook een kusje binnenin. Ik ben lekker gek. En druk. En druk ook, hè? Ja, ik weet dat ik daar omhoog moet. Oh, wacht even. Ik moet die stok natuurlijk hebben. Dat is Nico. Hallo jongens, ik ben Nico. Ik ben ook terug van Mega Mainstream. Gebruik een Lego stok zoals die van om... Oh ja. Hé, Wilbo, kom eens even. Kijk, ik ben al landig. Nou, dat is reuze handig dat jij landen bent. Oh ja, dan moet ik natuurlijk op de ei trekken. Nou, ik moet op de ei trekken, maar hoe kom ik dan omhoog? Moet ik dan... Oh, zo natuurlijk, hè. Hallo, wie ben jij? Ik ben Klaas. Ik ben Klaas. Hallo Klaas, ik ben Wilbo. Hallo Wilbo, ik ben Klaas. Nou, ik ben dus Wilbo, hè. Nou, maar dan weet ik dat jij Wilbo bent. En wist je ook dat ik Klaas ben? Even kijken hoor, Klaas. Ik zie niet dat je in het telefoonboek staat. Zeg, wat doe je stom? Ja, dat is mijn specialiteit, Wilbo. Stom doen. Ja, dat is mijn specialiteit. Ja hoor, mijn specialiteit. Maar moet even alles stoppen hier. Zo, zo. Kan ik hier naar binnen? Nee, zo te zien kan ik hier naar de bank knippen. Het dier zegt, oh, ik moet gaan bouwen. Maar natuurlijk. Zeg, Nico. Ja. Kom maar naar boven. Sla je slag. Oké, kom maar op. Zo, daar ben ik. Hallo. Hallo, Nico. Hallo, meneer ik die niet ken. Ja, je weet toch dat ik Klaas heet? Oh, en weet je dat ik Nico heet? Heerlijk melig. Kan iemand bovenop me staan? Ja, Klaasje gaat wel even bovenop jou staan. Volgens mij moet ik de B indrukken in dit geval, of niet? Welke knop moet ik nou indrukken? Help eens even. Ja, stapelen. Maar hoe moet ik stapelen? Ga jij eens even weg. Volgens mij moet ik hier staan. Zie je wel, ik moet hier staan. Ja, hallo. Ik probeer omhoog te komen, maar dat lukt niet. Zeg maar, kom op.
Huh? Wat aan je geld? Is het er nou? Bilbo. Kom omhoog. Ja, Nico is een beetje te zwaar. Ja, dat moet je zeggen. Nou, jongens. Oh, wat is dit allemaal? Wat is dit dan? Zo. Amai, ik ga Belgisch praten, hè? Ja, maar ik heb zin om opeens Belgisch te praten, want eigenlijk ben ik een Belg, hè? Eigenlijk heet ik geen Klaassen. Nee, ik heet Geert, hè? Hallo Geert. Amai, Samson, wat zie jij er uit? Samson en Geert. Ik ben helemaal geen Samson, man. Ik ben Nico. Amai, wat kan ik afwijzen? Jij bent gewoon Samson. Ik herken je aan je kleine staart. Hé, hey, zeg, kinderduo. Kinderduo? Zeg, duo. Amai, duo penalty. Dat vind ik lekker. Dat eet ik gewoon een broodje. Ik ga helemaal nergens naar toe, maar goed. Eens even een slokje laten drinken. Amai, een ladder. Amai, ga je me eens optillen, hè? Amai, kan iemand mij helpen, want ik krijg last van mijn rug als ik zo eeuwig blijf staan. Kan je niet teruggaan naar Klaas? Ik vind je daar veel beter praten. Want ik versta er nu helemaal geen zak van, want je zegt, amai. Kan iemand mij helpen met een ladder? Ja, dat is beter. Even ja, ook daar moet hij. Ja, nee, iemand is zelfs moest opwachten. Boom spontaan nog op, denk ik. Nou, laat ons spontaan maar zitten, oké? Okay? Ik zal me de wezenlust van een stomme lachje van een bedje. Jammer. Zijn jullie vergeten mij toch niet, hoop ik? Wie zijn jullie? Ik ben Nico, dit is Bilbo, en samen zijn we twee ongelofelijke flinkers. Laat ik even zeggen, hoe zijn we kwijt? Ja, en wie is dat? Nou, ene moment is die Klaas en het andere moment is het Gert. Gert? Ben jij Gert? Wacht even hoor, ja. Amai, ik ben Gert. Ja, ik ben Gert. En jij bent... Amai, jij bent Kabouter Plop. Ja, is die van die Klap van de Molen gehad of zo? Nou, ik kan je hier nog sterker vertellen. Klap van twee molens. Jongens, gaan we nou nog omhoog of hoe zit het? Kom op. Dat zal ook maar bovenop hem gaan, hè. Ik weet even niet meer welke knop het was, maar goed. Nee, niet. Ga van maar weg af, joh. Oké. Amai, ik ga bovenop je niet staan, hè. En zo. Oh. Amai, wat is dit nou? Gewoon gaan klimmen, zo goed, zo. Haha, jemig. Hallo, de ladder is niet echt perfect. Het maakt er niet uit. En twee, en twee, en jump! Ja, Bilbo is boven, Bilbo. Ja, ik ga net zeggen zeg. Wacht even. Moet ik alleen voor twee appels de hele weg omhoog? Voor twee appels? Wat is dit? Nee, dat zijn twee appels, hè. Hoe heb je die deur? Dat zie ik zelf ook wel. Jongen. Ja, ik dacht ik zeg het even, want voor je het geval niet weet wat dat zijn. Hallo, elke boer kan wel. Bilbo stond in de fik. Kom eens. Dat is
Thorin has more cause than most to hate orcs. After the dragon took the lonely man... Dus wel even wennen zonder op dit plek. Want dat hebben jullie denk ik ook wel, hè? Op een dier is wel fijn. Zonder op dit plek. Je kijkt even niet in, het is opeens een slagveld geworden daar. Hoe heet hij ook alweer? Niemand. Ga weg! Ga weg! Oh ja, Theo, Theo, ik heb hem weer. Volgens mij, hè, Theo, ja. Wat zegt hij vanaf hier, Theo? Weg! Weg! Jemig! Ga weg! Ga weg! Oh, hier, kijk. Oh, ga weg, joh! Is er weg? Volgens mij moet ik daar wel bij, of niet? Oh, ik moet hier, hoor. Twee korens hebben geslaan. Oh, wat spannend! En Theo zit in de zuigeweg. En daar heeft hij weer een ork. Hij slaat hem helemaal tot appelmoes. Hey. Hij moet nog één ork. Waar zal die één ork zijn? Oh, iemand meldt zich uit het publiek en de ork is een vamp. Ik wou zeggen, heeft dat appelmoes geslagen, maar dat... Nee, hoe kom je nou weer op een rikke boy in zin? Zeg maar niks. Ik weet wat je wil zeggen. Kom spontaan even op. Nou, inderdaad. Nou, ik ga maar verder spelen. Ja, moet je niet onderbreken. Oké. Wat een lelijke rotkop. The giant Gundabadok had sworn that white. En we zijn weer terug, dames en heren. Tweede helft. Theo moet 5 orks verslaan. En zal hij dat lukken? Ja, want hij moet er nou nog 4 verslaan. Het is ongelooflijk. Het is, nou ja, spannend is een ander woord natuurlijk, hè. Maar daar zijn de 2 in orde. En hij verslaat hem tot appelmoes. En dan zeg ik, weet niet, stond erin, maar ook maar niet uit. En ja hoor, dat is nummertje 4. Hij moet er nog 3, ja. Ja, sorry, ik zit aan mijn boertje aan. Theo slaat zich in de wereld rond, maar dat geeft niet. Hij moet nog 2 orks verslaan. Nu moet hij nog 1 ork verslaan. Het is ongelooflijk spannend. Wat doet Theo nou? Hij rent ervoor weg. Wat een lafaard, wat een mietje. En, het was een verrassingsaanval. Maar de verkeerde ork. Hij had de verkeerde ork te pakken. En wat is daar nou? Iemand heeft zijn huis hier ver... Ja. En het is een dubbel gevecht. Ik weet niet wat voor monster het is. We noemen het een mislukte troll. En Theo gaat met Nico. De deur slopen en moet je kijken wat een gevecht dit wat het is. En wat komt daaruit? Ork met een grote helm. Het is ongelooflijk, maar het is heuse spannend. Het is... René, moet je even die Theo en Nico stemmetjes geven, want van die commentaar word ik helemaal gek. Dus bekijk dat je zelf, jongens. Ja, zeg ze mij zo maar te doden? Dat mag niet. Ik mag jou doden, jij mag mij niet doden. Stel het jou onbeschofte eikels. Hé, ga ze even weg. Eens even kijken hoor. Moet ik hier naar binnen? Oh, ik wil hier best wel wonen eigenlijk hoor. Oh, ik moet bouwen, kut. Ga eens weg. Ik wou gaan bouwen, maar toen kwam jij. En jij valt me gewoon lastig. Hup, weg. Zo. Bouwen, bouwen, oh wat. Ja, ik wou gaan rijmen, maar bouwen heeft er niet echt veel. Ja, vouwen, maar ja, er valt niks te vouwen natuurlijk, hè.
Eens even kijken. Oh, jij niet. Iemand moet toch zo'n dingetje hebben, of waar ben ik naar de gym? Oh, misschien een eeuw? Ai, wat een gekke situatie zeg jij. Misschien moet ik gaan slopen hier zo? Kom maar, laten we hier wel even wat gaan slopen. Misschien komt er wat tevoorschijn. Ik schat de kans klein, maar goed. Ja, deze is goed met de hamer, hallo! Wacht even, hoeveel personen heb ik tot mijn beschikking? Oh, ha! En is dit heel leuk. Jongen, zou je geen even verstoppen voor? Oh, sorry, ik zat even niet op te letten. Nee, dat doe je wel eens vaker, dus maakt niet uit hoor. Zeg, er iemand die gas voorbij, hè? Daar staan we nog geen van hem. Ah, kijk eens aan, hè? En zo, even, papa, zo. En zo, kom op. Hop, zie nou op in de hoofd. Ik had er zo zin in, waar is die? Oh, jee, mag. Oh, jee. En is er nou eigenlijk een driekoppige of een eenkoppige? Hij is sowieso koppig, dat sowieso. Hé, hey. Ja, kan iemand mij helpen? Goed zo. Hé, yeah! Oh, ik ben een beetje duizelig, hallo! Kan iemand erbij, kan iemand, Ik zat even, Ja, kan ik zeker altijd kijken in de commentaar van hem. Wat? Hé, ga eens even, hé, zit je maar vriend? Wat is dat? Wacht, ik wil Theo hebben, vind ik wel fijner. Hoi, hey, ga eens even weg. Hoi, zal ik gaan helpen naar binnen. Ga eens even op, zout hier. Hoi. Hey. Waar kwam mijn vriendje Nico af, ja? Nico, kom. Gaan we dit even slopen. Goed zo, Nico. 20 punten voor jou, jongen. Hoi. Hey. Zo, ha! Dat verrast hem samen al. Die zag je niet aankomen, hè? Die zag je totaal niet aankomen. Zo, kom op. Oh, sorry Nico. Oh jee, daar zal Nico vast niet blij mee zijn dat ik hem een kopje klein heb gemaakt. Hé, hey, Theo, ben je helemaal mijn toetsen, hey. Heb je mijn kopje kleiner gemaakt en ik ben al zo klein. Dit gaat je betaald zetten hoor, Theo. Hier, vang aan. Ik doe even net alsof het Theo is. Even mijn gezicht kwijt. Hier, Theo. Ja, mijn Theo is veel sterker dan die... Ja, wat is eigenlijk? Oh, een ork. Een verlepte ork. Oh. Wap, wap. Ik had er zo'n gevoel. Boom. Zat hij zich niet even stoppen? Zo. Jongen, we zijn weer wel vrienden. Hallo vriendjes, hallo vriendjes en vriendinnetjes. Hallo, hey, zit je mooi met een boot te zoeken, joh? Nou, dat krijg je wel als je in de wild erom smijt met je wapen. Ja, wapen, zei je? Ja. Sorry voor de hele slecht met elke commentaar, man, meneer. Mag ik nou ontdaan? Oké. Oh, man! Defeat and death are upon us.
Zo! Wat een eindje! Oaken branch as a shield. De vier mischieniers, één voor alle en alle één voor Basie. Ja, jullie dachten waarschijnlijk dat ik iets anders ging zeggen, maar helemaal fout, helemaal fout. Oké, wat komt dat een gekke stemmetje vandaan? Oh, hier, maar dan. Hey, zeg, ga je mee in elkaar meppen? Ik ga jou in elkaar meppen. Hier. Zo. Zal ik met wat sneller, dan ben ik even uiterst geconfronteerd, maar dat hadden jullie moeten gaan in kantoor. Zo, hallo, kan het even? Hoi, hey, jij weg joh. Lappaard. Wat zit je nou stom te lachen? Nou, kom hier. Dan gaan jullie eens even moorders leren. Dat is heel makkelijk hoor, moorders leren. Je hebt het zo geleerd als moorders. Hoi. Zie je het wel hoor, stiekem achter deze pilaar zoenen met elkaar. Ja, ik zag het wel. Zag je vieze rikken. Wacht. Eens even kijken, ik heb iemand nodig met een stevig, hoe heet het? Ben jij de eentje? Nee. Laat maar zitten. Oh, amateurs. Hey Nico. Ja, wat is er, Theo? Kan jij mij helpen? Maar natuurlijk, Theo! Oh nee, Theo, uitkijken! Wat was dat? Niks, laat maar. Maar ik ga even kijken of ik het voor je kan fixen, Theo. Nee. Ben jij het misschien? Oh, ik heb hoofdpijn. Nee, hij niet. Hij. Hey. En daar komt hij! Een meesterslag! Komt ie dan. Geweldig! En waar gaan die naartoe? Oh. Eén van de tien. Joepie. Oh. Even slopen. Ik ben helemaal vergeten te slopen. Moet de bouwen, kunnen wij niet slopen? Hey, wat vreet op! Theo! Hey, Theo! Oh, Theo! Ja, met Theo! Ik ben Theo! En ik ga mijn firma gaan lossen! Ik ben Theo! Je zet mij van je slaat, man! Heb je te veel gezopen gisteravond of zo? Jemig! Dat komt niet dan! Vechtendansje. Het vechtendansje van Theo. Binnenkort op Etio 4. Eén van de vijf. Oh, en dan kom ik nu pas achter. Oké. Oké, kom op. Hier, weg. Allemaal weg. Oh. Ik ben Theo. En ik heb alles uit door in elkaar. Het lijkt me dat je net geslopen, maar ja, zie je. Zo. Oh. Kijk uit, zeg. Zo, alles moet gesloten worden. Eens even kijken, is er nog zo'n ding ergens in? Oh, daarboven. Ben ik helemaal vergeten. 3,
1 van de 5. Zo, dat gaat lekker. Ik weet niet of ik hier omhoog kan. Denk ik niet. Nee, kan niet omhoog. Eens even kijken hoor. Oh, ik heb iemand nodig. Kan iemand mij helpen? Nico, misschien kan ik helpen. Nee, Nico, zei je nou een? Nee. Kan jij misschien helpen? Oké. Ja. Even kijken hoor. Ik kan wel helpen, denk ik. Alleen, met dat niet. Sorry, Theo, ik kan niet helpen met dat. Nou, lekker dan. Kan jij me misschien helpen? Ik mocht niet helpen, zei je net. Nou, ik had het ook niet tegen over je, tegen jou, maar tegen hem. Ik ga mijn best doen, ik ga mijn best doen, hè. En zo. En zo. En dan gaan we trekken. En zo, ja hoor. En kijk eens tegen jou. Kijk eens, jongen. Ja, nou, ik heb Theo nodig. Waarom staat Theo zo ver? Ja, ik stond even te pissen tegen die dingen staan, ja. Dat moet ook gebeuren, natuurlijk, hè. Maar goed, we gaan met onze grote vriend. Ik geloof dat ik je weer nodig heb, grote vriend. En heb ik het niet over jou, lelijk monster. Eens even kijken hoor, waar ben je? Waar ben je? Volgens mij ben jij het, toch? Ja, ik ben het, Theo. Ik ga eens even... Ik zal het dus even voor je doen, hè. Als je wilt, ik ga dat monster wel even wat voor je verslaan. Hier. Yo, wat dan, joh? Nee, ik vertrouw wel dat je er bent. Zo. Ook om in een vreugde dansen voor hem. Oh. Oh, wat een eindjes gevecht. Oh, dat gaat zo'n hand. Wat zonde nou toch. Ja. Hoe kom je om de god van mijn regie? Azog. I've been defeated. And I thought to myself. Hoe zei je? There is one. I could call king. The pale orc. What happened to him? His wounds long ago. Oh, jij! Zie ik haar? Wat is dit raadje? Klaas, God, ik ken haar niet. Telefoon. Ja hoor. Oh, dus gaat niet met de tijd mee. Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone. Ha? Ja, iedereen heeft een smartphone, toch? Ja, toch? Ja, misschien zijn er sommige mensen die nog een Nokia 3310 hebben. Maar ja, dat is toch altijd beter dan zo'n huistelefoon mee te nemen. Lijkt me ook vermoeiend om met zo'n huistelefoon. Op straat lopen. Ja, dat is een beetje, het deed heel slecht na, maar goed. Eens even kijken, ja. Ik snap nog steeds niet wat het inhoudt, maar goed. Dat evenementen. Verhaal vervolgen! Hebben jullie wat? En continued on the stem. Stories from the night before, lingering in Bilbo's mind. They embarked for the last bridge towards the valley of the Troll Shores. Af en toe spookt het hier best wel, geloof ik. Maar waar nog steeds met die engste vandaan komt. Oh, wat een mooi natuurreservaat.
Wat een mooi, hij vergeniet van het mooie natuurreservaat, hè, mensen. Zo, wat mooi, hè. Ja, en dat is natuurlijk ook een mooi punt om af te sluiten. Dus, jongens en meisjes, God onder Graafjes, Willem en Willempientjes. Leuk dat jullie gekeken hebben. Ik hoop dat jullie trouwens genoten hebben van dit vierde deel van Lego Dolmens met mijn commentaar erbij. Ja. Ja, wat is er nou leuker dan mijn commentaar? Ja, dit spel spelen natuurlijk, ja. Of kijken hoe ik dit spel speel. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Nou ja, dan zou ik zeggen, we gaan de volgende keer verder waar we nu zijn gebleven. En we zijn gebleven bij de mooie natuur. Deze vraag, oh, wat schitterend. Wat schitterend. Oh, even... Kom, laten we eerst even genieten van het mooie natuurreservaat. Even genieten, even een moment van stilte. Lukt je niet? Zeg, hou even je mond. Lukt je niet? Hou je mond. Lukt je niet? Nou ja, laten we maar stoppen. Anders gaat mijn vuiltje grijs krijg. Ja, goed. Nou. Deel dit met je social media, Facebook. Als je hijs hebt, vind ik het knapper als je nog hijs hebt. Misschien heb je het Twitter, als je Twitter hebt. Deel het met iedereen. Zeg het tegen je buren, tegen je vrienden, tegen je familie. Elke, hè. Dat is een klein zijn. Want je schat maar kijken wat een leuke Let's Play ik gevonden heb op YouTube. YouTube is dit nog dat we eens even helpen zien, hè? Maar goed, en als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, dan zou ik als ik jou was, als je echt genoten hebt van deze video, zo meteen op het knopje abonneren drukken, want dan ben je snel op de hoogte van het volgende deel wat aan zit te komen, en dat is natuurlijk het deel 5. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer, jongens en meisjes, katten, welpietjes. Ik zou zeggen, we genieten even van de natuurreservaat. Tot het volgende deel is aangebroken. Dus, tot de volgende keer. Doei, doei. Hey, is het afgelopen in één? Ja, ik sloot het net af. Mooi, kan ik even mooi gaan pissen? Let even op je taalgebruik.